Helemaal welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaat het hebben over Bitcoin. Overal zie je Bitcoin gaat naar de maan, crypto gaat naar de maan. Maar het is belangrijk om te bedenken wat jouw exit strategie wordt. Wat ga jij doen om ervoor te zorgen dat jij jouw winsten, jouw virtuele winsten, uiteindelijk veilig gaat stellen? Um, daar wil ik het vandaag over uh, gaan hebben. Um, daarnaast gaan we nog een stukje Bitcoin vandaag kopen voor de Dollar Cost Average serie. Dat betekent dat we sinds... Uh, januari bitcoin aan het kopen zijn. Dat iedere maand hebben gedaan. En dat het hele jaar door willen trekken. Om zo vervolgens te zien. Uh, ja, wat ons gemiddelde rendement is uh, geweest. Maar laten we bij het begin beginnen. Ik ga eerst met jullie door mijn eigen persoonlijke exit strategie heen lopen. Dat is geen financieel advies. Dat is gewoon hoe ik naar de markt kijk. Hoe ik ervoor wil zorgen. Dat ik uiteindelijk mijn winsten ga verzilveren. En vervolgens gaan we dus dat stukje bitcoin. voor deze maand nog even kopen. bij Bitfavo. We gaan naar een aantal indicatoren kijken. die ik ga gebruiken om te bepalen. Uh, wanneer ik zou willen verkopen. Wat erbij wel van belang is, of belangrijk is om even uh, aan te geven, is dat um, niemand de absolute waarheid in macht heeft. Dus niemand weet precies wanneer de volgende piek zal zijn. Um, ook indicatoren uh, hoeven niet altijd te werken. Ik heb een aantal indicatoren die samen in het verleden um, heel mooi de, de, de pieken min of meer hebben kunnen voorspellen, in ieder geval in grote lijnen. Dat hoeft niet te betekenen dat dat dit keer ook gaat gebeuren. Dus hou wel in gedachten dat niets absoluut de waarheid is. Maar goed, je wilt je toch ergens op baseren. Um, en dat doe ik op basis van die indicatoren. Als eerste pak ik heel even het stock-to-flow-model erbij. Ik denk dat de meeste mensen ondertussen wel gehoord hebben van het stock-to-flow-model. Ik wil er ook niet te diep op ingaan. Uh, deze video moet niet een uitleg van alle verschillende indicatoren worden. Maar het stock-to-flow-model gebruik ik eigenlijk in grote lijnen. om te zien waar we nu in een marktcyclus uh, zitten. Um, voor de mensen die het niet weten, uh, Bitcoin wordt gemijnd en er is steeds meer Bitcoin, of steeds minder, sorry, Bitcoin um, beschikbaar. Dus er zal steeds minder Bitcoin op de markt komen. Daar kijkt eigenlijk het stock to flow model um, naar. Eigenlijk kun je het, het voorraad tot productiemodel noemen. Dus hoeveel Bitcoin is er op dit moment ten opzichte van hoeveel Bitcoin er gemind wordt, dus hoeveel erbij komen. Um, iedere 210.000 blokken is er een heffing, wat betekent dat. Um, Vanaf dat moment de helft zoveel bitcoin gevonden wordt. Op dit moment is het zo dat iedere 10 minuten 12,5 bitcoin gemined worden. Dus iedere 10 minuten wordt er 12,5 bitcoin vrijgegeven. Komt die erbij op de markt. Um, en in ongeveer 4 uh, jaar tijd, dat zijn die 21, uh, 210.000 uh, blokken. Um, dan uh, wordt dat gehalveerd. Dus dat zal betekenen dat in 2024 we nog maar 6,25 bitcoin per blok uh, kunnen gaan minen. Dus er is, komt steeds minder bitcoin bij. Uiteindelijk is er maximaal 21 miljoen bitcoin beschikbaar. Um, er is niet meer dan 21 miljoen bitcoin. Dus op een gegeven moment hebben we uh, die max uh, bereikt. Nou, daar kijkt de stock-to-flow-model naar. Um, verder uh, ja, kun je hier aan de hand van de kleuren zien waar de heffing plaats heeft gevonden. Dus je ziet op het moment dat het paars is, is dat, uh, dit is het aantal dagen tot aan de heffing. Um, dan is die, die halvering er. Dus um, vorig jaar, midden vorig jaar en het voorjaar, uh, hebben we een heffing gehad. Toen zijn we dus van 25 um, Bitcoin per blok naar 12,5 gegaan. Um, en je kunt dat zo mooi, uh, mooi zien aan de hand van de kleuren waar we in die cyclus zitten. Um, in de rechte lijn, om het zo maar te zeggen, um, zien we uh, de Stock flow, dus de voorraad tegenover hoeveel bitcoin erbij komt. En dan hebben we het over het gemiddelde van de afgelopen 365 uh, dagen, dus het gemiddelde van het afgelopen jaar. Dus je ziet naarmate we dichterbij uh, de volgende heffing komen, dan gaan we ook weer daarin, uh, daarin stijgen. Dit is echt een soort macro picture voor mij. Um, ik weet dat Plan B, uh, de bedenker van het stock-to-flow-model, die um, of ja, ik zeg bedenker van het stock-to-flow-model, ik moet er wel bij zeggen, stock-to-flow wordt ook in andere markten gebruikt, dus ook in goud bijvoorbeeld. Maar degene die dat in Bitcoin groter heeft, uh, heeft gemaakt en verder heeft uitgewerkt, is Plan B, die uh, tweet regelmatig over hè, wat dan minimale prijzen zijn die hij verwacht. Nou, dat volgen we nu nog steeds. Um, we zitten wat, uh, wat lager dan misschien in eerste instantie hadden gedacht, maar het, is nog steeds, uh, het model werkt nog steeds. Zeg maar. uh, we weten alleen niet hoe ver het uitschiet. Dus je ziet hier ook, hè, er zijn uitschieters geweest. Er is dus een uitschieter hier bijvoorbeeld ook. Dan zou je zeggen, nou, dan, dan zou je echt moeten gaan verkopen, want we schiet zover zoveel uit. En dan stopt de flow en dan blijkt dat we uiteindelijk uh, een tijdje later, eind 2013, nog een stuk verder zijn uitgeschoten. Uh, um, dus dit is echt een macro um, ja, picture, zeg maar. Waar veel mensen verder nog naar kijken, is um, de Bitcoin Investor tool. Het is eigenlijk ja, vrij simpel. Um, wat is het? In het groen zien we de 2-year moving average. Wat is de 2-year moving average nou? Dat is de gemiddelde prijs van de afgelopen twee jaar. Dus als we kijken naar de 2 Day moving average van um, gisteren, die was 23.000 dollar. Dat betekent dat de gemiddelde prijs van de afgelopen uh, twee jaar 23.000 dollar per bitcoin was. Als we Um, die bijna 700 of iets minder dan 700 dagen uh, daarvan een gemiddelde pakken. Um, wat we dan verder uh, zien is uh, in het rood, uh, wederom die 2 year moving average, maar dan keer 5. Dus is de 2 year moving average keer 5. Waarom keer 5? Ja, iemand heeft natuurlijk op een gegeven moment met indicatoren lopen spelen en eigenlijk gezien van iedere keer dat er een piek is, dan komen we net boven die 2 uh, year moving average keer 5 uh, uit. Um, dit is een tool die heel veel mensen uh, gebruiken om te kijken van nou, is dit een moment waarop de markt uh, zo oververhit is, dat we dicht bij een nieuwe bubbel zitten dat ik moet gaan verkopen. Uh, we zien hier uh, begin van dit jaar dat we tegen die uh, rode lijn hebben aange, uh, aangezeten. Maar we zijn er niet overheen gegaan. Um, het is niet 100% accuraat. Want in 2013 was er dus die fake-out. Um, dat wil dus eigenlijk zeggen dat je op dat moment wellicht had verkocht op basis van deze indicator en we zien dat we daarna nog een flinke spurt naar boven hebben gemaakt. Nogmaals, eh, niet, ieder, niet iedere indicator is heilig en sterker nog, één indicator is eigenlijk geen indicator. Dus kijk absoluut niet naar maar één indicator, want één indicator heeft het nooit uh, correct. Pak er een aantal bij elkaar om zo'n beeld te vormen. We hebben gekeken naar het stock-to-flow model en uh, de Bitcoin investor tool. Wat ik zelf dan nog een heel interessante uh, ratio vind, of, of uh, um, ja, signaal natuurlijk noemen, is de, de R-Hoddle-ratio. Um, dat is een relatief nieuwe indicator. Um, volgens mij is die eind vorig jaar um, ja, uitgevonden of heeft die iemand hem gepubliceerd. Zeg maar. Ik moet ook heel, heel eerlijk zeggen dat ik het lastig vind om hem helemaal duidelijk uit te leggen. Maar waar het op neerkomt is dat je een vergelijking maakt tussen. De gerealiseerde winsten of virtuele winsten van mensen die Bitcoin één week in handen hebben, of hun Bitcoin in één week in handen hebben, versus hun Bitcoin één tot twee jaar vast hebben gehouden. Het kijkt gewoon naar hoe lang staat een bepaalde Bitcoin in een wallet. Wat is die periode? Is dat bijvoorbeeld afgelopen week van eigenaar gewisseld? Of is dat een jaar tot twee jaar geleden? En wat is dan die winst daarop? Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld heel lang vast hebt gehouden, heb je misschien veel meer winst dan iemand die een paar dagen geleden heeft gekocht. Nou, het kijkt in ieder geval naar die verhouding van die twee. En op basis daarvan kun je eigenlijk bepalen um, ja, of we ook weer op een uh, oververhitte markt zitten. Dat is het kort samengevat. Nogmaals, ik vind het een beetje lastig om deze um, indicator uit te, te leggen. Maar als je er meer over wilt weten, um, hier op uh, Look into Bitcoin, mooie website overigens waar deze indicatoren allemaal te vinden zijn, staat een korte uitleg. Um, maar je kunt op Medium bijvoorbeeld ook een wat uitgebreider uitleg vinden als je daar interesse in hebt. Daar kunnen ze het veel beter uitleggen dan wat ik het doe. Dit is dus ook een indicator die redelijk goed de vorige pieken heeft kunnen uh, voorspellen. We zien hier in de 2011 een piek en op dat moment was deze indicator een, inderdaad in het rode gebied. Um, hetzelfde geldt voor 2013 ook in het rode gebied. En het mooie is dat uh, in het voorjaar van 2013, waar die vorige indicator nog een uh, fake-out had, waar die een vals signaal gaf, is dat bij de r dan niet zo. En hetzelfde geldt voor 2017, de piek van 2017, zaten we ook in het rode gebied. Um, in grote lijnen samenvat vind ik het dus interessant om het stock-to-flow model eh, aan te houden om, om de bigger picture te zien. En die twee indicatoren te bekijken om te zien van is dit dan een moment waarop de markt zo oververhit is dat het wellicht interessant wordt om te verkopen. Wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken naar de afgelopen eh, pieken. Dus 2011, 2013 en 2017. Ik heb het een en ander genoteerd hier gewoon op een, een boekje. Um, en gekeken uh, in welke periode deze indicator uh, in het rode gebied uh, zat, dus waarop de markt eigenlijk oververhit was volgens de R-holder ratio. Hetzelfde heb ik gedaan voor de Bitcoin Investor Tool, dus waar zaten we boven die lijn van de 5 keer 2-year moving average. Um, die twee waren niet precies gelijk, dus het is niet zo dat die twee altijd op hetzelfde moment um, oververhit raakten, maar er zijn wel heel grote vergelijkingen, Dus ongeveer in dezelfde periode geven ze diezelfde indicaties aan. Wat heb ik nou gezien? Ik heb gekeken uh, in welke periode in het verleden waren zowel de, uh, de Bitcoin Investor Tool als de R-HODL ja, oververhit. Dus gaven ze aan de markt is oververhit. Wat ik daarbij heb gezien is dat in 2011 een periode van 54 dagen was, waarin ook daadwerkelijk de piek van de markt heeft plaatsgevonden. In 2013 uh, was dat 58 dagen, wederom weer die piek. En uh, in 2017 was dat 50 dagen, wederom weer die piek. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat um, alle vorige bubbels, om ze zomaar even te noemen, um, de, de top daarvan heeft plaatsgevonden in een periode waarbij beide indicatoren aangeven de markt is oververhit. En die periode heeft altijd zo'n 50 tot 60 dagen geduurd. Dus helemaal niet zo heel erg lang, anderhalf tot twee maanden de, uh, tijd. Uh, dat betekent dat ik op basis van deze twee indicatoren ga bepalen wanneer ik mijn uh, positie ga verkleinen. Ik ben niet van plan om al mijn crypto te verkopen. Um, ik zie nog steeds een hele grote toekomst voor, uh, voor bijvoorbeeld Bitcoin, ook op de langere termijn. Dus ik denk echt niet als we bijvoorbeeld eind dit jaar of begin volgend jaar of wanneer dan ook um, in zo'n situatie komen, dat ik dan alles moet verkopen en mijn winsten moet pakken. Nee, ik wil ook Bitcoin vasthouden voor de long, long term, gewoon voor over tien jaar bijvoorbeeld. Um, maar een deel wil ik wel gaan veiligstellen, um, gaan verkopen voor, uh, voor euro's. Wellicht om in de toekomst weer wat bitcoin terug te kopen, wellicht om een deel te investeren in, in aandelen en dat soort uh, zaken, omdat mijn uh, bitcoin positie steeds groter is geworden, dus de verhouding is een beetje scheef ge geraakt. Um, periode van 50 tot 60 dagen, dus in het verleden dat dat het geval was. Nogmaals, het verleden behaalde resultaten ge bieden geen garantie voor de toekomst. Het kan dit keer helemaal anders gaan. Maar als ik uitga van die 50 tot 60 dagen, dan zou je dus kunnen zeggen dat je, uh, laten we uitgaan van 50 dagen, ...in die 50 dagen je positie zou willen afbouwen. Stel je voor je wilt um, bijvoorbeeld 50% van al jouw uh, bitcoin verkopen tijdens zo'n boommarkt. Dus proberen om op die top te verkopen. En nogmaals, die top kun je niet precies timen. Dan zou je kunnen zeggen, als ik 50% wil verkopen... Um, ...bij die indicatoren zijn ongeveer 50 dagen um, oververhit en in die periode is de top... ...dan zou ik iedere dag 1% kunnen verkopen. Of ik zou iedere week 7% kunnen verkopen. Um, dat is de strategie die ik wil gaan aanhouden. Hoeveel ik wil gaan verkopen, daar twijfel ik nog een beetje over. Um, is dat 50%? Is dat 75%? Uh, of misschien zelfs al minder dan 50%? Daar twijfel ik nog een beetje over. Maar dat kun je voor jezelf ook gaan bepalen. Dus wil jij misschien alles verkopen omdat je helemaal van Bitcoin af zou willen op dat moment? Dan zou je kunnen zeggen: Ik verkoop 2% per dag. Of ik verkoop 14% per week. Wil je de helft verkopen? 1% per dag. Nou, dat kun je helemaal zelf bepalen. Nogmaals, het is geen financieel advies. Het is echt mijn eigen aanpak. Maar ik denk. Dat dit een redelijke indicatie geeft van wanneer de markt zal gaan pieken. De exacte datum, uh, we kun ja, die kunnen we gewoon niet voorspellen. Dus niemand weet op die dag is de markt op zijn hoogst. Um, ik denk dat heel erg veel kijkers uh, de pieken 2017 niet hebben meegemaakt. En geloof me, dan word je gewoon gek. Want <laughs> je denkt in eerste instantie: het kan niet dat het zo hard gaat. Stel je voor, bitcoin is volgende week in één keer 100k en daarna 120 en daarna 150. Ik noem maar even wat getallen. Dan denk je, wow, dit gaat ontzettend hard. Um, maar tegelijkertijd word je ook heel erg greedy. Want wat nou op het moment dat hij misschien nog wel naar 200 gaat, of naar 250 of naar 300? Op dat moment wil je echt niet verkopen, omdat je denkt: ja, maar het kan nog verder, het kan nog verder. Daarom is het in mijn ogen heel belangrijk om van tevoren gewoon een plan te hebben. Van tevoren vast te stellen: van ...nou, dit ga ik doen als dit en dit gebeurt. En je daar ook gewoon aan te houden. Voor mij geldt dus als de Bitcoin Investor Tool en de r Holder beide aangeven dat de markt um, oververhit is. Dan ga ik verkopen. Hoeveel dat moet ik nog eventjes gaan vaststellen. Maar ik denk um, dat ik ongeveer 1% per dag ga aanhouden. Misschien anderhalf procent per dag. Um, dan ga ik verkopen en dan ga ik mijn winsten nemen. Um, nou, tot zover mijn exit-strategie. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Wil je hier nou iets meer in verdiepen in die r of die Bitcoin Investor Tool of het stock-to-flow model, zoek daar gewoon even wat meer informatie over op. Ik wil deze video niet extreem lang gaan maken en het is ook ingewikkelde materie om zo in een video uit te leggen. We zitten nog niet in die periode waarin alles extreem um, uh, ja, oververhit is. Je ziet het, die r zit nog ruim onder het rode gebied. Ook de Bitcoin Investor Tool, we zien dat we het rode wel hebben aangeraakt of net tegenaan. We kunnen een beetje inzoomen. We hebben hem net niet aangeraakt, um, maar we zitten nu alweer ongeveer in het midden van de range. Dus op dit moment is er voor mij geen reden om Bitcoin te gaan verkopen. Sterker nog, ik koop iedere maand gewoon nog Bitcoin om mijn positie te vergroten. Dat gaan we nu ook nog eventjes doen uh, als afsluiting van deze video. Ik doe dat natuurlijk bij Bitfavo. Uh, ik zeg natuurlijk omdat ik dat al regelmatig heb aangegeven. Um, Bitfavo is gewoon super goedkoop, hele lage transactiekosten en alles werkt echt super vloeiend. Daarnaast hebben ze ook nog heel erg veel altcoins toegevoegd uh, de afgelopen maanden, dus dat is echt top. Um, voor deze serie koop ik alleen maar bitcoin. Puur om te laten zien wat dollarkost average kan doen. Dus iedere maand kopen om een gemiddelde te nemen. Um, persoonlijk heb ik ook nog wel wat posities in altcoins. Maar uh, het voornaamste zit gewoon in, uh, in bitcoin. En we gaan gewoon even kopen. Als eerste moeten we daarvoor eventjes te goed storten. Uh, dat ga ik via IDEAL doen. Zodra dat erop staat, kom ik even bij terug. Nou, de betaling is afgerond. Um, ik film nooit het stukje van uh, met IDEAL betalen. Ik weet niet of dat uh, kwaad kan. Maar goed. Uh, ik heb dus net via mijn bank uh, via IDEAL betaald. Betaling afgerond. We gaan op doorgaan. Dan duurt het heel eventjes voordat je het goed erop staat. Meestal een half minuutje of zo. Dan komt zo meteen het goed hier te staan als we de pagina verversen. En dan kunnen we gaan kopen. Uh, mooi moment om even te kijken hoe we er nu voor staan. Um, als ik alle inleg bij elkaar optel, hebben we in totaal betaald 200, uh, 2250 euro. Dus 2250. Uh, 2250 euro, dit bedrag. We zien dat we op dit moment uh, op een bedrag van 2678 staan. Dus 2678. Nou, het is een, een mooi rendement. Uh, even kijken, ruim 400 euro, 428 euro rendement. We zouden zelfs kunnen zeggen 428 euro gedeeld door onze inleg. Dat betekent dat we op dit moment op een, um, een rendement van 19% staan. En het mooie hiervan is, of dat vind ik in ieder geval het mooie... dat um, ik in januari begonnen ben toen iedereen zei... zou je nu al gaan beginnen met dollar-cost-average? Ik kan het hier nog even bijpakken. Alle groene puntjes zijn de momenten waarop ik ben ingestapt. Dus we zien dat we... Um, zeg maar vanaf september 2020, enorme spurt omhoog hebben gemaakt nadat we zo hard gestegen zijn. Ben ik op al die groene puntjes gaan bijkopen, in januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september en dus nu in oktober. Ik zal alvast even een nieuwe uh, driehoekje erbij gaan zetten. Um, dat vind ik het mooi. dus mensen zeggen: Ja, zou je wel nu gaan kopen? We hebben zo'n ontzettende spurt gemaakt. Ik ga nog even wachten op de dip. Dat waren dus de mensen die uh, hier in januari niet kochten. En zeiden: Ik wacht wel even tot het is afgekoeld. Nou, je ziet dat we eigenlijk nooit meer ver onder die prijs zijn gekomen. Kleine stukjes. En dolk was ergens zorgt gewoon voor dat je een mooi gemiddeld uh, bedrag uh, betaalt. Uh, ja, je ziet het hier staan. Over het hele jaar uh, op allerlei verschillende punten gekocht. En dat zorgt dus wel voor dat rendement van 19% op dit moment al. En mijn verwachting is dat er nog veel meer in het verschiet zit. Maar goed, dat moet natuurlijk de toekomst uitwijzen. Uh, ik ga eventjes favo Verversen, dan zal het er goed erop staan, 250 euro. Um, we gaan naar bitcoin um, we gaan kopen. Dus ik vul het bedrag in. Van 250 euro krijgen we deze hoeveelheid bitcoin voor. Handelskosten, wederom uh, altijd netjes um, weergeven bij uh, Bitfavo 0,25%. procent. Uh, hele lage handelskosten. En de spread, ik zag dat die net op 0,03 stond, nu op 0. Ik kan wat verschillen, maar ook altijd uh, heel erg laag of zelfs 0. Ik klik op kopen. En de order is verwerkt. Dus um, de order is ook hier uh, toegevoegd aan het uh, overzicht. Je ziet dat we wederom 250 euro hebben ingelegd. Um, ja, ga ik even werken in de spreadsheet. Die zal ik hier uh, toevoegen. Ik doe dat zelf ook even. Op het moment dat je koopt, hou er eventjes een spreadsheet bij. Zo ben je niet afhankelijk van uh, een andere partij. En dan kun je altijd zelf je gemiddeld makkelijk uitrekenen en dergelijke. Ik vind dat in ieder geval heel erg prettig. Um, wil je zelf ook gaan beginnen met het investeren in uh, Bitcoin... Kun je eventueel doen uh, door gebruik te maken van de link onder deze video. Het is een affiliate link van Bitvavo. Je krijgt een kleine vergoeding als je daar klant wordt. Dus dankjewel als je dat zou willen doen. Uh, overigens krijg je ook nog um, uh, gratis uh, transacties uh, in de eerste 14 dagen. Uh, mijn hoofd tot 1000 of 1500 euro. Uh, kun je kopen zonder transactiekosten te betalen. Dus dat is mooi meegenomen. Doe het niet daarvoor. Ik zou het vooral gewoon doen omdat het uh, in mijn ogen de beste aanbieder is in Nederland. Laat even weten in de comments wat jouw exit-strategie is. Dat vind ik tot slot nog heel erg interessant om te weten. Heb jij er al over nagedacht? En zo ja, hoe kijk jij naar die exit-strategie? Hoe ga jij bepalen wanneer en hoeveel je gaat verkopen? Laat even weten en dan hoop ik je terug te zien in een van de volgende video's. Tot dan.